De Speert, Schepenkamp 2. Nummer 3. Dat is de man die straks tegen deze Kjeld Nuis gaat rijden. Kai Verbeij. Nu eerst Janno Botman tegen Thomas Krol. Krol, de wereldkampioen sprint. En dit kan voor Botman een heel mooi cadeautje zijn. Hij start binnen tegen de Olympisch kampioen. Hij zou die laatste kruising gebruik moeten kunnen maken van grote Krol. Gaf gisteren fix toe op Thomas Krol. Ready. Botman normaal afgesproken sneller over de eerste 200 meter. Botman heeft 1,2 seconden ruim ten opzichte van de Olympisch kampioen op de kilometer. Opening voor Botman. De coaches kijken toe. Het is Regenborg tegen Jumbo-Visma. Eerste meters voor Botman, 16,5. En Krol beter dan gisteren. En Krol maakte meer snelheid in het tweede gedeelte van die opening. Maar een snelheid van 60 per uur van Janno Botman bij het uitkomen van die bocht. Krol nu hoog de bocht in. De ervaren Krol tegen de 8 jaar jongere Janno Botman, voormalige wereldkampioen junior. Botman gaat goed mee op 600 meter. Zij aan zij, hij moet die voorsprong verdedigen. De man 24. Goed, kan Botman mee? Kan die mee? Dit is heel dapper wat Botman hier laat zien op deze kilometer. En heeft hier in ieder geval nog een richtpunt in Thomas Krol. Dit is de kans. Maar Krol stampt door. Botman viel op door sterke 500 meters en moet hij de schade beperken naast Thomas Krol. Die deze 1000 meter van Botman gaat winnen in 1.07.64. 1.08.06 is de tijd voor Botman die dus voor Krol blijft in het klassement. Het is een ongelooflijk persoonlijk record voor Janno Botman, zeg. 18e eraf, heel mooi.